een sushi mukbang. Dat is echt al een tijdje geleden dat ik deze mukbang, of überhaupt een mukbang, heb opgenomen. Ik heb zoveel trek. Ik moet echt even wat eten. Ik zit hier bij mijn vader, dus het is wederom weer een andere setting dan normaal. Deze kast vind ik ook niet echt mooi hier op beeld. Maar ja, om dan die hele kast weer weg te halen, heb ik echt ook niet zoveel zin in. Dus weet je, we doen het er gewoon mee. Ik heb ook niet echt perfect licht hier, want ja, ik heb hier geen lamp en ik zit in quarantaine. Daarover later meer. Maar goed, ik dacht, ik bestel even lekker sushi. Dus dat ga ik lekker opeten. Dus heb je zin in deze video? Blijf dan zeker kijken. En dan gaan we snel beginnen met deze mukbang. Ik heb een glaasje water erbij gepakt. Ik dacht, ik kan wel weer aan de wijn gaan. Maar aangezien ik in quarantaine zit, zit ik bijna elke avond aan de wijn. Dus ik dacht, we houden het even dit keer bij de water. Ik zeg de water. Het is het water. Ik heb dit zo vaak de laatste tijd. Het is echt verschrikkelijk. Mijn Nederlands gaat echt achteruit. Ik heb dus echt heel chill. Ik ben dus al een maand vegetarisch. Of ik doe zo, omdat ik nog wel vis eet. Maar ik eet geen, eigenlijk geen kip meer. En ook geen koe of varken. Dus ja, alleen vis nog. Dus ik ben aan het afbouwen. Maar ik probeer in ieder geval vegetarisch te zijn. Dus ik heb hier ook nog wel vis. Ik heb crunchy ebi tempura. En ik heb ook vegan vegetarische ebi tempura. Dat was een optie. Dus die wilde ik proeven. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd. Ik ga beginnen. Ik weet eigenlijk niet welke is. Maar dat proef ik vanzelf wel. Misschien is dat wel deze. Oh, ik heb zoveel trek. Ik heb deze box besteld. En die was voor één persoon. Maar ze hebben wel twee paar stokjes en alles twee paar gegeven. Vind ik niet erg, want ik hou van sojasaus. Dus ik doe het tweede flesje er gewoon bij in. Ik zit dus in quarantaine. Alweer. En ik ben alles... wat zou ik doen? Ik ben alles ook aan het vloggen. Dus ja, er komt nog een aparte vlog van online. Waarschijnlijk maandag als jullie dit nu zien. Maar... trouwens, als je omgevingsgeluiden hoort... woon hier een beetje aan een weg. En dit huis, of deze kamer zeg maar, waar ik in zit, is van hout gemaakt. Dus... ja, het isoleert niet super goed. Dus het kan zijn dat je wat hoort. Maar dat is de weg, de auto's die er langs voorbij rijden. Maar, ja, ik zit dus in quarantaine. En het is echt een beetje balen. Ik ga daar ook zeker in mijn vlog meer op in. Dus als je daar meer over wil weten, zou ik die vlog van maandag gaan kijken. Maar ja, ik zit dus al voor de tweede keer in quarantaine achter elkaar. Ik zit dus al voor de tweede keer... Wat heeft Siri? Siri praat nooit tegen mij en altijd als ik een video film, gaat hij praten. Het is echt vreselijk. Ja, wat ik dus wilde zeggen is dat ik dus in quarantaine zit. Dat heb ik nu al zo vaak gezegd. Maar mijn zus die was positief getest, dus toen ben ik gelijk hierheen verhuisd. In quarantaine gezeten, ben ik negatief getest. Die dag erna naar een diploma uitreiking geweest van mijn beste vriendinnetje. En daar is iemand positief getest en ik zat daarnaast in een auto. Dus ik had één dag genoten van mijn vrijheid en ik kom weer terug in deze prachtige kamer in quarantaine. Dus ja, het is allemaal een beetje zuur. Het is vandaag de vierde dag, morgen de vijfde dag. Dus morgen mag ik me eindelijk laten testen. En dan hoop ik echt dat ik negatief ben. Ik denk het haast wel, want ik heb echt nergens last van. Gewoon echt nergens last van. Ik moet zeggen, vanochtend en vanmiddag was ik wel een beetje bleh. Maar ik denk dat het komt omdat ik... misschien een beetje TMI ongesteld ben geworden. En sinds ik niet meer aan de pil ben, heb ik daar wat meer last van. Ja, ik ga ervan uit dat ik negatief ben. We gaan het zien. Mocht je dat dus willen weten, maandag, de vlog, kom je te weten of ik positief of negatief getest word. Ander iemand die ook met haar in aanraking is geweest, is wel positief. En ik zat ook naast zijn auto, dus de kans is er wel. Dus ja, ik wil er niet over nadenken. We gaan gewoon, we houden bij het positieve. Lekker dit eten. Wat als jij sushi bestelt, wat neem je dan vaak? Ik neem eigenlijk altijd alle sushi met gefrituurde garnaal. Die vind ik echt zo lekker. En normaal gesproken ook een California roll. Eigenlijk vind ik bijna alles wel lekker. Maar dit was gewoon zo'n box. Dus ik dacht, ik probeer dit gewoon. Het is trouwens ook de eerste keer dat ik film met mijn bril. Normaal heb ik natuurlijk een ringlamp erop en dan kan dat niet, want dan zie je dat in de,
ja, de reflectie van het glas zie je dan terug in mijn bril. Maar ik heb geen ringlamp, dus nou komt het wel. Ik moet zeggen, ik word hier wel echt verwend en zo door mijn vader. Dus die quarantaine gaat gelukkig sneller dan ik had gedacht. Op zich vermaak. Ik heb altijd wel nog wat te doen of zo. Ik kijk ook niet de hele dag door series, want dat kan ik niet. Nee, daar word ik een beetje naar van. Ik ben ook namelijk altijd heel snel klaar met iets. Dus als ik dan al 3 afleveringen achter elkaar kijk, dan denk ik, ja, ik ben er wel klaar mee. Maar ik heb natuurlijk wel het geluk dat ik, nou ja, YouTube doe. Dus ik edit ook heel veel, gewoon echt heel chill. Ik heb de computer hier achter me staan, daarmee edit ik. En ja, ik wist wel een beetje af wat ik doe. Hier wonen we ook in de natuur, in het bos. Dus ik, ja, wandel ook gewoon heel vaak in het bos hier. Of, ik weet niet, ik vermaak me op zich wel. Dus het is wel fijn, maar ik kan niet wachten als ik weer een stukje vrijheid terug heb of zo. Want ja, dit is natuurlijk al de tweede keer dat ik voor 5 dagen achter elkaar in quarantaine moest. Dus ja, het is ook wel een keer mooi geweest. Daarnaast mis ik ook gewoon mijn konijntjes. Want die zijn thuis bij mijn moeder en mijn zus. En ja, ik mis natuurlijk ook gewoon mijn vriendinnen en Sander. Maar goed, we will see what tomorrow brings. Ik zit zo erg te morsen. Ik had beter een bordje kunnen pakken. Ik kreeg nog de vraag. Ja, ik geef namelijk al best wel vaak in mijn vlog bijvoorbeeld aan dat ik uit huis wil. Nou ja, en hoe ik dat dan voor me zie. Wanneer ik uit huis wil gaan. Of ik dat op korte termijn van plan ben. Nou, weet je wat het is? Ik wil dus echt super graag uit huis. Niet omdat ik het gewoon niet leuk vind thuis of zo. Dat niet. Maar ik hou ervan. En dat heb ik nu ook met, ja, in quarantaine eigenlijk een beetje geleerd. Verklaar me voor gek. Maar ik hou ervan om gewoon een eigen plek te hebben, zeg maar, waar je elke keer bent. En waar je lekker in kan terugtrekken of zo. En dit voelt nu echt een beetje als mijn huisje. Want je hebt hier een badkamer, een keuken, een bed, een woonkamer. En ik ben best wel introvert. Dus ik weet niet, ik geniet, ik hou daar gewoon van. En ik heb natuurlijk gescheiden ouders. Dus je bent wel wat meerdere huizen gewend. En ik zou het zo fijn vinden gewoon voor mezelf om één plek te hebben waar ik gewoon elke dag ben, zeg maar. Want of ik ben bij mijn moeder in het huis, of ik ben hier bij mijn vader, of ik ben bij mijn vriend door de week. Dus ik ben eigenlijk op 3 verschillende plekken in 1 week. En ik slaap ook op 3 verschillende plekken in 1 week. En dat is niet erg, maar ik zou het gewoon zo fijn vinden om gewoon een eigen plekje te hebben waar je elke nacht slaapt. En gewoon je eigen plek. Ja, ik denk als je ouders ook gescheiden zijn, of als je ook zo'n situatie hebt, dat je wel begrijpt wat ik bedoel. Maar ja, dat heen en weer reizen is hartstikke leuk en gezellig. Maar op den duur verlang je ook wel gewoon iets naar voor jezelf, zeg maar. Gewoon je eigen veilige plekje. En daar ben ik wel echt achter gekomen nu ik hier ben. Dat ik dat heel fijn vind. Dus ja, het allerliefst zou ik gewoon gelijk nu uit huis gaan. Een eigen huis kopen en living the life met Sander. Want Sander die werkt nu ook vast. Hij heeft een vaste baan. Echt super chill. Maar dat is simpelweg gewoon nog niet haalbaar. En komt natuurlijk ook, ja, heel eerlijk, ik ben ook nog vet jong. Dus een huis kopen zit er ook gewoon echt nog niet in. Ik ben natuurlijk 19. Nou, over een weekje ben ik 20. Precies een weekje. En Sander die is 21, wordt bijna 22. Nou, hij werkt dan nu net vast. Maar ja, ik werk ook nog niet vast of zo. Tuurlijk, ik heb YouTube en Instagram. Dat is natuurlijk mijn werk. Daar ben ik ook echt super blij mee dat dat mijn werk is. En daar ben ik jullie sowieso heel erg dankbaar voor. Maar ja, ik studeer ook gewoon nog. En ik weet niet, het is gewoon nog niet helemaal realistisch. Tuurlijk, je zou kunnen huren en dat zou ik ook gewoon kunnen doen. Maar ja, om nou €1200 per maand, elke maand weer te betalen, ik vind dat wel wat hoor. En dan ook gewoon de boodschappen en alles dat erbij komt kijken. Het zou eventueel wel kunnen, maar ik vind het ook weer zonder geld of zo, dat huren. Ik heb ook altijd wel geleerd dat, tuurlijk, als het niet anders kan, dan snap ik het echt 100%. En ik snap ook als er een situatie is dat je gewoon uit huis moet, zeg maar, en uit huis wil,
dat je dat dan doet en dat je niet anders kan dan huren. Dat snap ik echt 100%. Maar, boertje. Ja, ik heb altijd wel geleerd gewoon van probeer niet te huren. Want ja, op de lange termijn kun je dan beter zeg maar dat geld behouden en sparen. En dan uiteindelijk een huis kopen, zeg maar. Ook al duurt het dan lang voor je uit huis kan. Dus dat probeer ik ook echt vol te houden. Van oké, Floor, je moet nog 2 jaar studeren. Daarna ga je lekker werken. En als je dan een jaar gewoon echt keihard gaat werken, kun je gelijk een huis kopen. Dus dat scheelt zoveel. Zo. Valt nog net niet mijn mond uit die boom. Dus ja, dat is een beetje wat ik nu probeer vol te houden. En we zouden eventueel natuurlijk ook wel kunnen huren. En dan met z'n tweeën, zeg maar met Sander en ik dan, een huisje. En dan de kosten gewoon splitten. Natuurlijk kost het dan gewoon de helft qua geld. Maar toch vind het eigenlijk allebei een beetje zonde van ons geld. Dus dan hebben we liever dat we allebei gaan sparen. Dat geld, zeg maar, wat we anders aan de huur zouden betalen, gaan sparen. En nog even volhouden. En dan later, als we gewoon wat meer hebben gespaard, dat we dan gewoon kunnen kopen. Dus ja, ik kan echt niet wachten. Dus ik hoop binnen 5 jaar dat we een huisje hebben. Maar ja, dat zien we natuurlijk nog wel. Sander heeft dan 5 jaar gewoon kunnen sparen. Dat is heel fijn. Nou ja, en ik heb dan 2 jaar ongeveer hard kunnen werken. Omdat ik dan al afgestudeerd ben, als het goed is. Dus ja, we gaan het zien. En natuurlijk is de huizenmarkt van tegenwoordig ook echt niet te doen gewoon. Wij hebben dan wel het geluk dat we best wel handige familie om ons heen hebben. Ik bedoel, mijn vader heeft dit bijna allemaal gebouwd. Hij heeft de hele badkamer gemaakt. Mijn vader is super handig en Sanders vader is schilder en zo. Dus die is ook super handig. En ja, hij werkt zelf bij een schildersbedrijf. Dus we kunnen allemaal mensen regelen als wij later een huisje hebben en daar moet het een en ander aan verbouwd worden. Want vaak heb je, als je nu een huis koopt van ongeveer, nou ja, laten we zeggen minimaal 2 ton, dan moet er toch nog wat een en ander aan gebeuren. Dus ja, dat vind ik zelf persoonlijk super leuk. Ik vind klussen echt heel leuk. En vooral om er dan helemaal je eigen stekje van te maken, zeg maar. Net zoals kopen zonder kijken en de perfecte verbouwing. Oh. Om te zien wat er van gemaakt wordt. Ik vind dat zo leuk, programma's. Echt, ik hou ervan. Het lijkt me ook echt oprecht leuk om aan een programma mee te doen. Kopen zonder kijken. Terwijl heel veel mensen zeggen, dat doe je toch niet, weet je wel. Er zit best wel veel risico in. Maar het wordt echt 9 van de 10 keer zo mooi. Dat ik denk, wow. Echt leuk. Dus ja, niet dat wij dat gaan doen. Maar ik vind het wel een leuk programma. Sanne en ik gaan 30 juli op vakantie naar Gran Canaria. En we gaan dus kleine 2 weekjes. En ik heb er zoveel zin in. Dus ik hoop dat het allemaal goed gaat. Gewoon persoonlijk dus met de situatie. Maar ook Nederland met de situatie en de kleurcode en zo. Wat het gaat worden. Dus ja, het zal me nog even afwachten. Ik moet wel zeggen dat ik het wel weer een beetje allemaal heftig vind of zo. Elke keer weer dat het verandert. Dus de ene keer is alles weer open en dan gaat alles weer dicht. Ik moet zeggen dat dat wel een beetje heftig allemaal is of zo. Maar goed, niks aan te doen. Ik kijk dus nu op dit moment Elite op Netflix. En dit is een nieuw seizoen en ik vind het echt heel leuk. Want ik had die andere seizoenen al gezien. Maar nu is het een nieuw seizoen en ik vind hem echt leuk. En ik moet ook nog Lupin, het nieuwe seizoen, kijken. Ik heb echt nog zoveel te kijken. Ik kijk nog Too Hot to Handle. The Walking Dead nieuw seizoen. Echt, oh, zoveel zin in die. Maar ik kijk echt veel door elkaar. Nou is net Love Island Nederland afgelopen, maar dat keek ik ook nog. Dus ik ben aardig druk met mijn Netflix en Videoland planning. Maar laat even weten wat jij kijkt. En wat nog leuk is om te zien op Netflix of op Videoland qua serie of qua film. Ja, ik vind dat altijd wel leuk. Oké. Ik zit best wel vol, eigenlijk. Waarmee zou ik hem afsluiten? Ik sluit hem af met deze. Ik heb deze zelf nog nooit gehad. Dit is gewoon eentje met 1,5 gefrituurde garnaal. Love it. Deze is eigenlijk best wel een beetje saai. Alleen maar rijst,
zeewier en gefrituurde garnaal. Maar ja. Nou, ik denk dat ik het voor nu hierbij laat. Ik zit vol. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze mukbang. Laat me zeker eens even weten wat jouw favoriete Netflix-serie of whatever is. Want tips zijn altijd welkom. Vooral in deze quarantaine-tijd. Ik hoop dus dat ik morgen negatief word getest. Echt, pray for me. Ik hoop het echt. En anders heb ik zeker jullie tips nodig wat betreft series en films. Want dan zit ik hier de komende tijd nog wel. Ik zit hier trouwens sowieso de komende tijd nog wel. Aangezien mijn zus nog positief is. Dus ik nog niet naar huis kan. Maar goed, dan hebben we in ieder geval weer een beetje vrijheid terug. Dus goed verhaal. Bedankt voor het kijken naar deze mukbang. Vergeet je zeker niet te abonneren op mijn kanaal. Ik zie namelijk dat 70% niet geabonneerd is op mijn kanaal. Maar wel mijn video's kijkt. Dus ik zou het super leuk vinden als je dat nog gaat doen. En dan zie ik jullie tot maandag met de quarantaine vlog. En daarbij kom je dus ook te weten of ik nou morgen positief of negatief word getest. Dus check die video en bedankt.